Welkom in het Ragenmuseum in Overpelt op de Goede Golf. Ik heb hier een opstelling gemaakt van de eerste commerciële radiotoestellen van Philips Nederland. Zoals jullie zien zijn het diverse attributen die de Philips daarvoor moest gebruiken om zo'n toestel te kunnen spelen. Zoals jullie nog weten uit 1418, de eerste presentatie 100 jaar radio, dat toen gestart is, dat van die toestellen waren met allemaal spoelen aan de buitenkant, heel veel knoppen aan de buitenkant. Maar om een toestel te kunnen laten spelen heb je natuurlijk stroom nodig. En die stroom die werd dan verkregen of uit batterijen of uit het lichtnet. De gloeistroom die werd hoofdzakelijk verkregen uit accumulatoren en die moesten dan weer geladen worden. Dus daarvan heb ik even een complete opstelling gemaakt. Dat toestel dat werd dan aangezet. Dit apparaatje werd ertussen geschakeld met snoeren. De accu werd ertussen geschakeld. En we hadden een plaatsspanningsapparaat om de lampen van een bepaalde plaatsspanning te voorzien. Dus het was een hele toestand wat allemaal aangesloten moest worden. Dus je moest bijna een bedieningsvakman zijn. Wil je zo'n toestel kunnen laten spelen? Daarbij had Philips het vernuftige bedacht. Want ja, die accu, als je die wilde laden, dan moest je toen in de tijd was dat naar de rijwielhandelaar gaan. En die kon dan die accu voor je laden. Tenzij je dat je zelf een acculader gekocht had. Maar in die tijd waren amper auto's en alleen de mensen deden alles met de fiets. Dus dat was toch wel een beetje problematisch. Dus Philips had een apparaatje ontwikkeld waar hij dan het toestel zo kon schakelen dat hij naar het toestel kon luisteren, dat de spanning was ingeschakeld. Of je kon hem omschakelen dat hij de accu laadde. Dus de tijdsduur dat het toestel niet gebruikt werd, liet hij dan de accu laden. Dus het was een hele complexe installatie die je nodig had. Er werd dan een luidspreker bijgeleverd, zoals je dus ook op de poster kunt zien, van een schaalluidspreker, oftewel ook pannenkoek werd die genoemd. Wat ook heel duidelijk zichtbaar is, dat die blauw is. Dit is door de tijd, is dat een beetje, ja, vermoedelijk met zwarte schoenpoets opgevreven. Dus het is niet meer blauw. Het apparaat heette dan toen in die tijd ook de 2501 of de 2502 als zijnde het blauwtje.